Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Ik hoop echt van harte dat 2021 beter wordt voor heel veel mensen dan 2020. In deze video ga ik het hebben over stoppen met de pil. Precies een jaar geleden bedacht ik ga nu echt stoppen met de pil. Mijn pilstrip was volgens mij precies 31 december afgelopen. Ik ben normaal niet iemand die heel erg van de goede voornemens is, maar ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen, maar ik ga het ook echt goed proberen. Ik was al eens eerder gestopt, waar ik later op terugkom. Nu had ik zoiets van, oké, ik wil het echt gewoon minimaal een half jaar, maar eigenlijk minimaal een jaar volhouden. En zo geschiedde het. Ik heb dat proces ook bijgehouden in mijn blog. Ik heb een artikel geschreven toen ik net gestopt was, toen ik 2 maanden gestopt was en toen ik een half jaar gestopt was met de pil. Dus als je heel erg in de diepte wil weten hoe dat toen ging, dan raad ik je aan om die blogs te lezen. Ik zal ze ook even in de omschrijving zetten. En in deze video neem ik je dus mee in eigenlijk het hele proces en hoe ik me nu na een jaar voel en hoe ik erover denk, wat voor symptomen ik heb. Tips voor als jij ook wil stoppen. Dus als je mijn ervaring met het stoppen van de pil wil weten, blijf dan vooral kijken. Oké, nou allereerst zal ik even een voorgeschiedenis geven van wanneer ik aan de pil begon. Welke andere anticonceptie ik heb gebruikt. Nou ja, ik ben dus ook al eens eerder met de pil gestopt. Dus daar zal ik het ook nog even over hebben. Als je mijn blogs al eens hebt gelezen, dan ken je deze verhalen al. Dus dan raad ik je aan, of tenzij het nog een keer face-to-face van mij wil horen, dan zou ik zeggen, blijf lekker kijken. Maar als je zoiets hebt van, oké, ja, dat ken ik nu wel. Dan kun je naar deze minuut gaan. En dan heb je dat hele deel gehad. En ga ik echt meer in op de symptomen die ik ervaren heb. Die ik trouwens ook wel deels heb meegenomen in een blog. Maar niet voor over een jaar. Nou goed, oké, de reden dat ik gestopt ben. In 2019 liep op 31 december precies mijn pilstrip af. Daarvoor was ik al 2 keer eerder gestopt met de pil. En ik had elke keer had ik zoiets van, ja, ik wil heel graag stoppen, maar ik vind condooms niet handig. De pil is fijn omdat je gewoon controle hebt wanneer je ongesteld bent en niet. Dus ik bleef het steeds maar slikken en ik heb ook nog iets anders geprobeerd wat ik zo zal toelichten. Maar op 31 december, ik dacht, ja, dit is gewoon een soort van teken dat mijn pilstrip precies nu is afgelopen. Ik ben normaal helemaal niet van de goede voornemens, maar ik had zoiets van, oké, 2020 wordt het jaar dat ik echt een keer goed ga stoppen. En niet een maandje, maar minimaal een half jaar. En eigenlijk wilde ik heel 2020 geen pil slikken en dan kijken hoe ik me zou voelen. En als ik dan toch zoiets had van, ik vind de pil makkelijker, dan was ik er ook oké mee dat ik in 2021 weer zou beginnen. Dus zo ging ik erin, als in van, oké, even een soort van experiment van hoe ben ik zonder de pil. Ik had kort daarvoor ook meerdere artikelen gelezen over wat de pil allemaal voor schade kan aanbrengen. Over dat je hersenen zouden krimpen en dat je depressies kan krijgen van de pil. Natuurlijk geldt dat niet voor alle vrouwen, denk ik, hoop ik. Maar ik had wel zoiets van, ja, wat stop ik nu eigenlijk in mijn lichaam en het blijft iets onnatuurlijks om te doen. En ik wilde eigenlijk, ik was gewoon nieuwsgierig hoe mijn lichaam zou reageren zonder die hormonen en hoe ik mentaal me zou voelen. Toen wist ik natuurlijk nog niet dat er corona zou komen en de hele lockdown en zo. Maar goed, daar ga ik het later wel even over hebben. Om even terug te gaan naar het begin. Ik begon op mijn 15e met de pil. Dat was niet omdat ik seksueel actief was. Ik had hele heftige buikkrampen elke keer als ik ongesteld werd. En die waren zo heftig dat ik gewoon niks kon. Ik lag op bed en zelfs naar de wc gaan, dat was gewoon, nou ja, ondraaglijk wil ik het niet noemen. Maar het was, ik voelde me echt niet goed. Nou ja, op een gegeven moment, ik was wel heel regelmatig ongesteld. Ik had volgens mij echt een cyclus van precies 28 dagen. Dus ik wist op een gegeven moment, oké, op zondag ga ik waarschijnlijk ongesteld worden. Dan nam ik van tevoren 2 ibuprofen en dan ging het vaak nog wel. Maar ja, goed, dat vond ik gewoon niet een hele chille manier om te leven. Dus op een gegeven moment had ik het met mijn moeder over en besloot om naar de huisarts te gaan. En die zei eigenlijk meteen, joh, ga je toch aan de pil? En ik dacht toen alleen maar,
chill. Want nu hoef ik nooit dat ongemakkelijke gesprek met mijn moeder te voeren. Dus ik was helemaal blij. Want ik dacht, nou ja, als ik dan wel ooit een vriendje krijg en seks heb, dan hoef ik niet mijn moeder te vragen of ik aan de pil mag. Dus ik was alleen maar blij en ik hoopte dus ook dat die buikkrampen weg zouden gaan. Nou, dat gebeurde ook. Ik had nergens meer last van. Ik was ook veel minder heftig ongesteld. En eigenlijk was ik heel blij met de pil. Tot op een gegeven moment, ja, wanneer zal dat zijn geweest? In 2017, denk ik. Toen had ik zoiets van, nou ja, je leest dan dus ook wel van die artikelen dat de pil niet heel goed schijnt te zijn. En ik hoorde ook wel eens verhalen, heel weinig trouwens, maar ik hoorde wel eens verhalen van vrouwen die zoiets hadden van, nee, dat ga ik echt niet meer doen, ik stop met de pil. En voor mij was dat nooit echt een optie geweest of zo. Of nee, ik had me daar nooit echt in verdiept. Maar ja, als je er dan in gaat verdiepen, dan kom je erachter van, wow, shit, wat ben ik nu eigenlijk aan het slikken? Ik ging op zoek naar andere manieren voor anticonceptie. Want ik had wel een vriend, die had ik sinds 2015 al. Dus ik voelde me ook heel vertrouwd om over te schakelen naar een andere vorm van anticonceptie. Want ik had gewoon een stabiele relatie. Dus ik was wel bereid om in die zin te experimenteren met andere anticonceptie. En toen kwam ik op een gegeven moment op de Implanon. Want ja, de koperspiraal viel voor mij af. Eigenlijk sowieso de spiraal. Ik vind dat gewoon nog steeds een eng idee. Dat er iets in je baarmoeder wordt geplaatst. Wat je niet kunt zien. Ja, ik snap dat het voor heel veel vrouwen een perfecte oplossing is. En dat je er niet naar om hoeft te kijken. En bij de Mirena word je vaak zelfs niet eens meer ongesteld en zo. Maar ik zag dat gewoon echt niet zitten. Dus ik kwam de Implanon tegen. En dat was een anticonceptiemethode waar ik eigenlijk nog nooit eerder van had gehoord. Dat is een staafje die je in je arm, die brengt de dokter dan, de huisarts, in je arm aan. En die geeft een lagere dosis hormonen af en geleidelijk door de dag heen. Dus wat je met de pil doet, dat is meer een soort van piek steeds. En best wel veel hormonen. En dit was dan geleidelijk en minder. Dus ik dacht, oké, ga ik dat proberen? Baat het niet, dan schaadt het niet. Ik had wel gelezen dat 50% van de personen die een Implanon hadden constant ongesteld werd. En de andere 50% helemaal niet meer. Ik hoopte natuurlijk dat ik bij die 50% zat die helemaal niet meer ongesteld werd. Dat was niet. Maar goed, ik liet dat ding erin zetten. En dat de inzetten, je krijgt een verdovingsprik. Dus dat voel je. Je voelt dat je geprikt wordt. En dan schuift ze dus in je arm. Ze maken, dat is een hele dikke naald geloof ik wat ze gebruiken. En die zet ze dan in je arm. Daar voel je niks van, want je bent verdoofd. Nou, en dan zit hij erin. En dan de dagen daarna, mijn hele arm was helemaal blauw. Ik had een helemaal grote blauwe plek hier. Dus dat doet, dat doet wel pijn. Althans, een blauwe plek. Hoeveel pijn doet dat nou? Maar goed, dat voel je wel. En dan zit hij erin en dan ben je beschermd. Ik was heel blij met mijn Implanon. Ik dacht echt van, oké, ik heb nu de beste vorm van anticonceptie gevonden. Ik was helemaal enthousiast. Want ik merkte verschil. Als in mijn emoties vooral. Ik merkte dat ik meer mijn emoties voelde. En dat betekent niet per se dat ik gelukkiger was of blijer was. Ja, ook. Maar ik voelde bijvoorbeeld ook meer verdriet of meer woede of gewoon alle emoties ervaarde ik intenser. Toen had ik zoiets van, oh shit, de pil heeft dat dus wel al die tijd afgevlakt. En dat vond ik best wel een soort van heftige gewaarwording. Dat ik dacht, jeetje, ik was dus anders met de pil. Ik was dus eigenlijk niet mezelf. En het verschil was heus niet zo groot. Het was geen dag en nacht verschil. Ik voelde me echt niet ineens een andere persoon. Maar wel dat ik zoiets had van, oké, ik voelde gewoon intensere emoties. Dus ik was heel enthousiast. En ik werd niet meer ongesteld. Dus ik had zoiets van, dit is super. Dit laat ik de komende 3 jaar zitten. En dan ben ik in ieder geval de komende 3 jaar beschermd. Toen ik hem 4 maanden had, ging ik met mijn vriend op vakantie. En toen had ik elke dag hele lichte bloedingen. Maar wel zo heftig dat ik wel iets van een tampon moest dragen. En we waren dus net op vakantie.
Dus dat was gewoon heel jammer. Nou, eerst dacht ik nog, oké, ja, dat kan gebeuren. Tussentijdse bloedingen, ja, weet je, niks aan te doen. Zolang het maar ophoudt. Alleen op een gegeven moment was ik een maand lang, elke dag had ik die bloedingen en het stopte niet. Ja, en toen had ik zoiets van, ja, dit is geen doen. Dit is niet leuk voor mijzelf, want je moet er elke keer rekening mee houden. Het is ook niet heel leuk voor je seksleven. Dus ik had zoiets van, oké, hij moet er toch maar weer uit. En toen heb ik hem er dus uit laten halen. Doet ook geen pijn. Het enige is dat ik nu twee littekens heb. Ik kan ze wel laten zien. Ja, deze is denk ik van het inzetten en deze van het eruit halen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Dus ja, dat hou je er wel aan over. Ja, ik zou de Implanon in principe wel aanraden als je zoiets hebt van oké, spiraaltje wil ik niet. Ik wil iets anders proberen. Ik ben in ieder geval blij dat ik het geprobeerd heb. En als ik helemaal niet meer ongesteld was of af en toe ongesteld, dan... Kijk, dan was het anders geweest. Dan had ik hem waarschijnlijk nu nog. Maar nee, voor mij was het geen optie meer op een gegeven moment. Omdat ik gewoon elke dag bloedingen had. Dus toen ben ik toen meteen aan de pil gegaan. Dat weet ik niet goed meer. Ik ben toen geloof ik wel weer aan de pil gegaan. En toen ben ik na een tijdje, had ik zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk niet aan de pil. Ik wil die hormonen niet. Ook omdat ik dat verschil had ervaren. En toen besloot ik te stoppen. En dat heb ik wel geteld een maand volgehouden. En in die maand, nou ja, had ik dus seks met condoom. En ik dacht, nee, dit wil ik niet. Ik ga wel weer gewoon aan de pil. Was ook makkelijker. Ik kon weer... mijn ongesteldheid plannen. Als ik even geen zin had om ongesteld te worden, dan slikte ik door. Ja, dat was een hele korte ervaring. Niet lang genoeg om ook maar iets te kunnen merken van het stoppen. Nou, dus toen ben ik weer aan de pil gegaan. En nou ja, tot 2019 dus. Of tot en met 2019. En op 31 december besloot ik dus van oké, nu is het echt mooi geweest. Nu ga ik echt een keer doorzetten. En heel eerlijk, ik had niet per se van mezelf verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. En dan moet ik eerlijk zeggen dat corona in die zin wel in mijn voordeel heeft gewerkt. Omdat je minder feestjes had en vakanties en dat soort dingen. Nu zouden wij sowieso niet op vakantie gaan. Maar goed, je had minder evenementen waarvoor je normaal gesproken de pil misschien zou doorslikken. Maar ja, ik ben dus nu een jaar gestopt en ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik niet meer aan de pil ga. Tenzij het om een medische reden of wat dan ook is. Maar nee, ik ben helemaal klaar met die troep. Dus nu komen we aan bij de symptomen die ik had. Dat is nogal een waslijst en dat zijn niet per se allemaal negatieve dingen hoor. Maar ja, ik merk wel heel veel verschil. In het begin weet ik nog dat ik de eerste twee keer dat ik ongesteld werd... Ik werd sowieso meteen al regelmatig ongesteld. Om de vier weken en niet precies 28 dagen. Ik kan het je straks wel even laten zien trouwens in mijn Flow-app. Maar ik werd wel vrij regelmatig ongesteld. De eerste twee keer had ik echt enorme hoofdpijn toen ik ongesteld werd. Dus toen had ik zoiets van, oh jee, zal dit dan erbij horen? Maar dat is bij die 1 en 2 keer gebleven. En dat zou ook heel goed kunnen komen door stress die ik in die periode meemaakte. Of gewoon omdat mijn lichaam zoiets had van, hey, waar zijn die hormonen die je altijd slikte? Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat had ik de eerste 2 maanden. En verder merkte ik toen nog niet zo heel veel. Ik had wel meteen ook al meer last van acne dan normaal. Ik heb heel veel geluk met mijn huid hoor. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met mijn huid. Toen ik aan de pil was, had ik wel rond mijn ongesteldheid dat er dan een pukkel kwam. En nou ja, weet je, dat hoort erbij. Dat was prima te verbergen. En nu merkte ik toch wel dat ik meer acne had. Nog steeds niet dat ik denk van wow, veel acne. Maar ik had wel echt meerdere pukkels op mijn kin. Op mijn voorhoofd, wat ik normaal nooit had. Bij mijn wangen. Ja, ik had echt wel... Nou, voor mijn doen veel pukkels. En ook daarvan hoopte ik van oké, laat dat alsjeblieft geen voorbode zijn op het stoppen met de pil. Maar dat was het helaas wel. Na die 2 maanden, volgens mij heb ik dat in mijn blog ook nog geschreven bij die 2 maanden update. Volgens mij zei ik toen ook nog van nou ja, ik heb in ieder geval geen krampen. Nou, die kreeg ik dus ook weer terug. En die zijn ook gebleven tot nu toe.
Hoewel ik moet zeggen dat het niet elke maand zo is. Dus de ene maand is het wel zo en de andere maand weer niet. Alleen het is vaker wel zo geweest dan niet. En ja, die buikkrampen zijn echt geen pretje. Maar ja, goed, dat had ik dus als 13, 14-jarig meisje ook al. Dus ik denk dat dat bij mij gewoon een van de symptomen is. Ja, daar kan ik weinig aan veranderen. Iets anders wat nieuw voor me was, zere borsten. Dat kreeg ik na 4, 5 maanden, denk ik ongeveer. En nu heb ik dat eigenlijk elke maand als ik ongesteld word. En daar is een naam voor, maar dat is een hele ingewikkelde Latijnse naam. Dus ik zal het hier in het beeld zetten. Ja, dat is gewoon een van de menstruatiesymptomen die je kunt hebben. Maar dat had ik dus nog nooit eerder gehad. En nu heb ik dat elke maand. Iets anders wat ik ook ervaar, waarvan ik niet zeker weet of het aan corona of aan het quarantaineleven of aan het stoppen met de pil te wijten is, dat is dat ik heel veel kan slapen. Dat is het afgelopen jaar wel zo erg geworden. Zeg maar, ik kan nu om 's avonds 10 uur naar bed gaan en dan kan ik makkelijk de volgende ochtend om 11, 12 uur wakker worden. En het maakt niet uit hoe laat ik wakker word, ik ben gewoon kapot. Ik heb het niet zo goed bijgehouden dat ik dat het misschien te wijten is aan een bepaalde fase in mijn cyclus. Dat zou heel goed kunnen. En ik weet ook dat ik niet zo lang moet slapen. Ik moet eigenlijk gewoon elke keer hetzelfde aantal uren slapen, want dat is natuurlijk beter dan ineens 10, 11 uur gaan slapen. Maar dat had ik eerst niet. Maar aan de andere kant denk ik ook weer dat het quarantaineleven daar ook al een beetje voor kan zorgen. Kan ik me zo voorstellen. Je doet toch iets minder, je bent meer binnen. Misschien speelt dat ook mee. Maar dat durf ik dus niet heel goed te zeggen. Maar het viel me wel op. Ja, die emoties, wat ik dus al eerder vertelde. Tot nu toe waren alle symptomen die ik noemde niet per se heel positief. Maar de reden dat ik wel enthousiast ben over het stoppen is omdat ik mezelf voel en weet dat ik mezelf ook ben. Het zal heus niet voor iedereen gelden dat zodra je aan de pil bent, dat je verandert of dat je emoties afvlakken. Maar bij mij is dat dus wel zo. Ik kan nu huilen om dingen. En dat zal voor sommigen heel raar klinken. Maar dat had ik hiervoor gewoon niet echt. Ik kon echt wel huilen als er een hele specifieke aanleiding was. Bijvoorbeeld als er iemand was overleden of zo. Ja, dan tuurlijk, dan kon ik wel huilen. Maar nu kan ik soms ook huilen. En dan denk ik, hè? Wat is er nu? Wat is er nu eigenlijk? Het lucht dan wel heel erg op. Dus ik ben ook blij dat ik het nu kan. Het is wat vaker gewoon zonder aanleiding. Het zijn dan gewoon pure emoties die je ineens ervaart. En vaak als ik dan nadenk, dan is het ook wel ergens aan te wijten. En meestal dat ik ongesteld word. Ja, dus dat zijn voor mij gewoon compleet nieuwe ervaringen. En ik vind het bizar dat ik dat hiervoor eigenlijk niet had. Plus, ik vind het heel fijn dat ik nu gewoon mijn cyclus kan zien. Wat voor mij nieuw was, ik weet niet, misschien weten heel veel mensen dit al lang. Maar ja, ik heb me nooit zo in de menstruatiecyclus verdiept hoor. Maar ik wist dus niet dat je, als je aan de pil bent, dat je helemaal niet ongesteld wordt. Ik was in de veronderstelling, en dat is al wel jaren geleden dat ik dat dacht. Maar ik dacht serieus, oh, als ik ongesteld word, dan ben ik dus niet zwanger. Maar je wordt helemaal niet ongesteld als je aan de pil bent. Het zijn onttrekkingsbloedingen. En ik ben heel blij dat ik daar nu van af ben, omdat je cyclus je ook heel veel vertelt. Als jij niet regelmatig ongesteld wordt, dan is er een kans dat er iets aan de hand is. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ik vind het gewoon best wel belangrijk dat ik nu een soort van zicht heb op mijn gezondheid ook in zekere zin. Los van alle emoties die ik voel en zo, voel ik me ook gewoon fijn met het idee dat ik weet wanneer ik ongeveer ovuleer, wanneer ik ongesteld ben. Hoe ik me voel in die verschillende fases. Want dat is wel grappig. Dat is echt een enorme tip die ik heb. Je hebt een app en die app heet Flow. En die kun je eigenlijk sowieso bijhouden. Het heeft niet veel zin, denk ik, als je aan de pil bent, omdat ja, je dan niet een cyclus hebt, niet een menstruatiecyclus. Maar deze app, die vertelt je eigenlijk alles wat je wil weten over je cyclus. Het ziet er zo uit, het beginscherm. Nou, je ziet dus dat ik over 8 dagen waarschijnlijk ongesteld word. Als ik dan bij die 8e dag ben, dan klik ik op log period en dan onthoudt hij dat voor de volgende keer. En zo maakt hij zijn voorspellingen steeds slimmer. Je kunt ook aangeven, oh shit, bijna mijn period gelokt. Je kunt ook symptomen aangeven. Dus je kunt zeggen of je seks hebt gehad en of je dat beschermd hebt gedaan. Hoe je gemoedstoestand was. Welke symptomen je ervaarde.
wat voor afscheiding je had. Eigenlijk bijna alles kun je hier wel inzetten. En hoeveel slaap je hebt gehad, hoeveel je hebt gedronken, wat je gewicht is, dat soort dingen. Als je dat dus heel netjes doet, wat ik echt niet doe, maar ik wil het wel elke keer doen. Maar ja, ik, heel eerlijk, het lukt me echt lang niet altijd. Maar als je dat wel heel netjes doet, dan op een gegeven moment dan kan die app heel slim zien van... Oh, ik zie dat jij altijd kramp hebt aan het begin van je ongesteldheid. Weet dat je over een paar dagen waarschijnlijk kramp krijgt. Ja, hij zegt bijvoorbeeld dat bij mij... On day 3 to 5 of your cycle you usually logged cramps. Dus meestal op de derde of vijfde dag van mijn cyclus krijg ik buikpijn. En slapeloosheid meestal op dag 1 tot 7. Nou ja, als je dat op een gegeven moment een beetje weet van... Oké, die symptomen heb ik meestal. Dan kun je ook daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld met dingen die je plant. Zo weet ik dat ik meestal in de luteale fase... dat is zeg maar de fase tussen je ovulatie en je menstruatie... dan ben ik vaak heel moe. Dus dan is het niet slim als ik allemaal... afspraken plan. Als ik ongesteld ben, dan ben ik vaak juist heel actief en heel opgewekt. Ik weet niet waarom, volgens mij is dat meestal niet zo, maar bij mij wel. Dus dan zou ik bijvoorbeeld heel veel YouTube-video's kunnen opnemen of heel veel blogs kunnen schrijven. Dus zo houd je een beetje rekening met je cyclus. En een boek dat me ook heeft geholpen bij het inzien van het belang van je cyclus is De Cyclusstrategie. Dit is oorspronkelijk een Engels boek. Ik weet even niet meer de Engelse benaming. Maar ik heb de Nederlandse variant gekocht. Want het is best wel een wetenschappelijk boek. Als in, ze hebben het best wel veel over met moeilijke termen en zo. Dus ik dacht, ik ga hem toch maar in het Nederlands lezen. En die heb ik bijna uit. Maar eigenlijk moet ik hem gewoon nog een keer lezen om het echt goed te begrijpen. En dit is heel interessant. De eerste helft van dit boek gaat... over jouw lichaam, over je lichaam kennen. Want je krijgt bij biologie, ja, hoeveel leer je daar nou eigenlijk over het vrouwelijke lichaam? Zo dacht ik altijd dat je poes, zeg maar, dat je vagina is. Maar dat is je vulva. Je vagina is echt het kanaal erbinnenin, weet je wel? Nou ja, dat soort dingen, daarvan denk ik, hè? Heb ik dan zo slecht opgelet bij biologie? Die kans is ook heel goed aanwezig. Maar... ik heb ook het idee dat heel veel dingen die in dit boek staan, je nooit leert. Daarom raad ik het echt aan, ook als je aan de pil bent. Hoewel ze wel, je merkt wel aan de toon waarop het geschreven is, dat zij niet per se voorstander zijn van de pil. Maar alsnog is het echt interessant om te weten. En dan de tweede helft van het boek gaat meer over je leven plannen rondom je cyclus. Gewoon meer dat je inderdaad inzicht krijgt in van... goh, welke symptomen ervaar ik tussen welke verschillende fases en waar kan ik dan rekening mee houden? Eigenlijk wat ik net een beetje uitlegde, wat je met die app ook kunt doen, daar gaan ze hier dan nog wat meer de diepte mee in. En ja, het is een heel interessant boek. Dus ik zal hem ook even in de omschrijving linken. Net als de Flow app, als dat lukt. Dus eigenlijk is mijn conclusie volgens mij wel heel duidelijk. Ik ben enthousiast over het stoppen met de pil. Ik zou het ook iedereen aanraden. Niet per se omdat ik vind dat je verkeerd bezig bent. Of dat het niet goed is als je wel aan de pil bent. Ik bedoel, dat is ieders eigen keuze. En sommige mensen hebben er ook echt baat bij. Om medische redenen. En dan zeg ik, go for it. Plus dat je levensstijl het ook maar moet toelaten. Ik zit gelukkig in een relatie waar ik gewoon kan zeggen van... yo, alles leuk en aardig, maar we gaan het vanaf nu met condoom doen. En mijn vriend is daar heel begripvol in. En elke partner zou daar begripvol in moeten zijn. Want het is jouw lichaam. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld wat losbandiger leeft... meerdere bedpartners hebt... dat je niet alleen op een condoom wil vertrouwen en dat je dan de veiligheid van een pil of een spiraaltje of whatever dan toch wel fijn vindt. Ja, en verder heb je als hormoonvrije methode natuurlijk de koperspiraal. Ik gaf al eerder aan dat ik geen spiraal in mijn lichaam wil, maar als ik denk ik een methode moest kiezen dan wel de koperspiraal. Het enige is dat je daar, het schijnt dat je daar heviger van gaat menstrueren en hevige buikkrampen krijgt en ik kan dat gewoon niet erbij hebben, want... ja, die zijn nu al vet heftig, dus ik kan me niet voorstellen hoe het dan is. Volgens mij heb je nu ook een... volgens mij heet dat de ballerina spiraal, als ik het goed heb. Dat is een kleinere
Ik dacht ook koperspiraal, maar ik weet het niet zeker. Die schijnt nu ook al aardig in opkomst te zijn. Dus dat zou ook nog een alternatief kunnen zijn. Ik hoop dat daar nog veel ontwikkelingen in komen. Dat er iets komt wat en hormoonvrij is en gewoon chill is ook. Want ja, een spiraal lijkt mij gewoon niet heel chill. Nou ja, als je twijfelt over het stoppen met de pil en je hebt zoiets van het zou kunnen, dan raad ik het je zeker aan. Je kunt hetzelfde doen als wat ik deed en dat is gewoon zeggen, oké, minimaal, volgens mij kost het een half jaar om de pil helemaal uit je systeem te hebben. Dus dat je minimaal een half jaar doet, of minimaal een jaar. En dat je daarna jezelf ook wel weer de vrijheid geeft van, oké, stel dat het me dan toch niet bevallen is, dan ben ik wel weer aan de pil. Dat zou ik iedereen aanraden, want ja, voor mij heeft het mijn ogen wel echt geopend en heeft het ervoor gezorgd dat ik nu dus ook echt niet meer terug wil. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je dan weet hoe het met je lichaam gaat. In zekere zin, natuurlijk niet alles, maar ik denk dat het heel fijn is om te weten dat je regelmatig ongesteld bent of juist niet. En dat je dan aan de bel kunt trekken of het even kunt laten checken. Ik heb het idee dat vooral vroeger, ik weet niet hoe dat nu is, want ik heb dus niet meer om een pil gevraagd, maar ik weet... Ik had buikpijn en ik kreeg meteen de pil voorgeschreven. En hoewel ik er toen blij mee was, denk ik nu wel eens van ja, maar hoe normaal is dat eigenlijk? Dat je als 15-jarige meteen al hormonen gaat slikken. Ik vind dat er in ieder geval vroeger, ik hoor dat ook van anderen om mij heen, dat er best wel makkelijk over wordt gedaan van oh, je hebt last van acne, oh ga aan de pil. Oh, je hebt buikpijn, oh ga aan de pil. Voor sommigen is dat een prima oplossing en een goede oplossing, ongetwijfeld. Maar ik denk dat het voor... Als je menstrueert, dat het wel belangrijk is dat je ook kijkt naar de andere opties die er zijn. Zo wist ik nooit van het bestaan van een implanon af. Daar ben ik zelf onderzoek naar gaan doen. Ik kan me voorstellen dat een spiraal ook een prima optie voor velen is. Of inderdaad gewoon niet aan de pil, want er zitten dus ook wel nadelen aan. En ik heb soms het idee dat het gewoon als een soort van vanzelfsprekend wordt gezien, terwijl het niet vanzelfsprekend zou moeten zijn, naar mijn mening. Dat is hoe ik het afgelopen jaar heb beleefd zonder pil. En ja, ik zou dus zeker niet meer terug willen gaan. Laat dus ook jouw ervaring weten in de reacties als je je daar fijn bij voelt. Of je mag me ook persoonlijk berichten op Instagram of via mijn blog. Ja, ik vind het heel interessant om andere verhalen te horen. Ja, als je dit een interessante video vond, geef het een duimpje omhoog. Ik overweeg ook om hier ook nog weer een blog over te schrijven, zodat de serie een beetje compleet is. En ja, je kunt dus die eerste 3 blogs ook nog lezen als je dat interessant vindt. Verder vergeet je niet te abonneren en ik zie je heel graag in de volgende video.